Heel goedemorgen, welkom bij deze Markt van BNP Paribas. Waar de Dow Jones wat terrein prijs gaf en de SP 500 onveranderd bleef, trok de Nasdaq nog wel een half procent aan in een verder tamme sessie. AMC Entertainment zette opmars wel voort en pluste ruim 14 procent. Kraft Heinz gaat met de opbrengst van de verkoop van Hormel Foods obligaties ter waarde van 2,8 miljard aflossen. Het bespaart daarmee 5 procent aan rente over looptijden van 15 tot 20 jaar. MicroStrategy, een aanbieder van clouddiensten... wil 400 miljoen ophalen met een obligatieemissie... om daarvan bitcoins te kopen. Het bedrijf bezit overigens al ruim 92.000 bitcoins. De cryptomunt gaf gisteravond per saldo 7% prijs. En Apple laat weten met de laatste opna uh, updates... FaceTime af te gaan stoffen en daarmee de aanval in te zetten op Zoom. In Azië kwamen veel macrocijfers door. De economie van Japan liet over het eerste kwartaal een kleinere krimp zien dan werd gevreesd. Ook voor Q2 verwacht men nog geen verbetering. En over een breed front sloten de indices wat lager daar, alleen down under trok de index wat aan. En de futures in Amsterdam duiden vanmorgen op een vrijwel onveranderde opening. In Duitsland viel de economische groei over de maand april ook wat tegen met een kleine krimp van 1%. Men ging uit van een beperkte groei. En onrust weer rondom SBM offshore, nu het bedrijf in verband wordt gebracht met mogelijke foute betalingen. Het gaat onder andere om een bedrag van 35 miljoen dollar naar Angola. En KLM gaat onder druk van de consumentenbond haar no-show beleid aanpassen. Op de agenda verder vandaag economische groei vanuit de Eurozone. ZTW-economisch sentiment vanuit Duitsland. Ondernemersvertrouwen, handelsbalans en openstaande vacatures zien we vanuit de VS. Bij de analisten een samenvatting. Piper Sandler zet Arjenix op houden. UBS zet Koninklijke Olie op kopen. JP Morgan zet BMW op houden, koersstoel 95. En JP Morgan zet Volkswagen op kopen met een koersstoel van 245 euro. Morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.